Oké, kleine Steve, jij gaat met het leger naar het slachtveld. Dan gaan wij bespioneren in het fort, oké? Ja, begrepen. Ik doe het. Zo, we zijn er. We zitten achter een gevangenisje of zo. En daar is dus het leger. Oké. Best klein eigenlijk. Ik had het eigenlijk groter verwacht. Wat zit hij nou weer met zijn staf te zwaaien? Hij heeft die mensen hier naartoe geteleporteerd. En ze hebben een vreemde staf gemaakt. Wat is dat voor staf? Oh nee, dat is die staf die van de boze kerstman. En dan wordt hij weer de boze kerstman. Nee. Hij krijgt weer zijn lichaam terug. Is gebeurd. Hij is weer machtig. Oh nee. Oké, mensen. Het is tijd. We gaan de oorlog beginnen. Meekomen. Oké, nu is iedereen weg. Behalve dus die bewakers. Vicus Totalis. Goed zo, Harry. Oké, nu kunnen we afluisteren. Zo, jongens. Hij is weer op zijn machtigst. Terwijl de oorlog aan het begin is, Darth Vader, zegt dat je kloos daar naartoe moeten. Al gedaan, professor. Wat? Nog een groter leger? Terwijl het leger van de rebellen stond het leger van Skell. De rook al. Zombies, monsters, andere mensen. Ik mocht niet meedoen met de oorlog. Ik ben weggestuurd. Ik heb me vermomd en ik ga nu meedoen met de oorlog. Ik ben de zombiekiller, jongens. Yo, ken ik ergens van. Ja, oké, jongens. Begin de strijd. Nu! Wacht, wacht, wacht. Ik heb nog een leger. Voor de rebellen. Een leger van mensen. En toch had Skell zijn leger het groter. Oké, dan begint het nu. Vol aan! Zo, oké. Dus, we moeten nu aanvallen. Attack! Hallo? Ha! Kom maar op, jullie!